Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, om die werkelijkheid een beetje begrijpelijk te maken. Dat is handig, maar ook gevaarlijk, want de werkelijkheid is altijd gecompliceerder. Wat heb je dan aan een model? Problemen zijn opgaven waarvan je niet meteen de oplossing ziet. Je kunt ze aanpakken door te proberen de juiste vragen te stellen en die te beantwoorden. En daarbij kan een wiskundig model goed van pas komen. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, met daarin verwerkt alleen die eigenschappen die je nodig hebt voor het beantwoorden van je vragen. Winnie, jij maakt vaak gebruik van een wiskundig model, toch? Ja, klopt. Waarvoor? Nou, ik modelleer voetgangers, dus dan probeer ik het gedrag van mensen in een wiskundig model te stoppen, zodat ik het gedrag ook kan voorspellen. Een ingewikkeld probleem oplossen vergt een systematische aanpak met behulp van een model, zoals het ABC-systeem. Winnie maakt daar ook gebruik van. Eerst moet je het probleem goed begrijpen, zien wat de belangrijke factoren zijn. Op grond daarvan bepaal je de aanpak. En zo kom je tot een model. A staat voor analyse. Dan ga je die aanpak toepassen. De data uit de werkelijkheid voer je in en het model doet zijn werk en geeft de oplossing. De B is van bewerken. Dan ga je nog een keer terug naar de werkelijkheid en check de uitkomsten die het model levert met wat de echte wereld laat zien. C staat voor controle. Meestal is het niet meteen raak, maar met de gegevens uit C kan je het model wel corrigeren. Factoren net iets anders wegen, parameters bijstellen. En dat levert een nieuw model op wat dan weer de ABC-route volgt. En dit herhaal je totdat het model goed is en je probleem is opgelost. En dat heb je specifiek toegepast op het gedrang bij roltrappen, toch? Ja, in een grote situatie, een lege ruimte, is niet zo ingewikkeld wat mensen allemaal doen. Maar in een roltrap, die is veel smaller dan bijvoorbeeld de rest van het perron eromheen. En dan ontstaan er dus wachtrijen. Hoe dan? We hebben een test gedaan. Dus we hebben bij ons in het laboratorium hebben we een 80 personen uitgenodigd, een camera opgehangen en daar al die mensen maar patronen laten lopen. Dus allemaal één kant op, twee richtingsverkeer, kruisende stromen. En dan precies gekeken hoe elk individu, elke voetganger zich gedraagt. En dat zijn natuurlijk patronen die je ook hier op het station op een perron tegenkomt. Precies, iedereen precies. Door elkaar heen lopen. Ja, en wat we hebben gedaan in dit laboratorium is dat we ze elk patroon apart hebben gedaan. En als je dat dan allemaal samen doet, dan krijg je een beetje de situatie op het station. Oké, nou je hebt het toegepast in Lissabon. Ja, in een bepaald station willen de spoorwegen poortjes plaatsen, zodat alleen mensen met een kaartje op de perrons kunnen komen. De bedoeling is om met zo'n model aan te tonen of er problemen zijn met het ontwerp dat een architect maakt. In zo'n simulatiemodel zitten een heleboel formules, zeg maar. En in die formules zitten bepaalde parameters. En die parameters dan moet je aan het draaien om ervoor te zorgen dat jouw model ook voor die specifieke situatie geldig is. Dan gaan we het model uitbreiden, dan zetten we die poortjes erbij. Want dan weten we vanuit het gedrag van die mensen, dat is goed gemodelleerd. En dan gaan ze door die poortjes heen en dan zien ze precies, kan je dus goed voorspellen hoe dat dan met die poortjes werkt. Dus op basis van de tekeningen van de plattegrond, ja, heb jij berekeningen gemaakt en gezegd, klopt niet, moet anders. Precies. Ach, geweldig. Ja. Waarvoor heb je daar een model voor nodig? Omdat je dat zelf niet goed genoeg kan voorspellen, omdat ja, wij zijn allebei voetgangers en we zijn gewoon heel complex. Ja. Wiskundige modellen helpen raceauto's sneller door de bocht. Nou ja, een van de dingen om sneller te gaan, moeten we sneller door bochten heen gaan. Nou, een van de dingen waar je naar kan kijken is welke lijn moet je nou door een bocht rijden om uiteindelijk zo snel mogelijk door die bocht heen te gaan. Elke auto kan versnellen langs twee lijnen. Ten eerste de langsversnelling, AX, in de lengterichting. Normaal heet dat gas geven en remmen. Ja, ook remmen, want dat is negatieve versnelling. Daarnaast hebben we de dwarsversnelling, AI, hoe hard de auto naar links en naar rechts kan. Als je AX en AI combineert en de maximale waarde daarvoor opzoekt, dan krijg je een model van de racewagen, wat men noemt de traction circle. Die geeft voor elke richting aan wat de maximale versnelling in die richting is voor deze specifieke wagen. De snelste rondetijd zet je neer als je op elk gewenst moment maximaal versnelt in de gewenste richting. Dus wij zijn op zoek naar de lijn die hier staat. Het maximum van wat de auto kan. Het voertuig waar wij mee rijden kan dit. We zien, we kunnen heel hard vertragen. We kunnen iets minder hard versnellen. Maar we kunnen ook heel hard links en rechts de bocht om. Dit is een plaatje van de Tarzanbocht. En ik heb van de Tarzanbocht heb ik nu drie verschillende lijnen gemaakt die we daar kunnen rijden. Voor de bocht moet je remmen en liefst zo laat mogelijk. Bepalend voor de snelheid V als je de bocht ingaat, is dus vooral de AX van de auto, hoe hard die kan remmen dus.
In de bocht is je snelheid een functie van de wegligging AI van de auto, die is bekend, en van de bochtstraal R van de bocht die de rijder kiest. Hoe kleiner straal R, des te langzamer komt hij de bocht door. Dan komt hij de bocht uit en versnelt maximaal rechtdoor. Hoe hard hij dan kan rijden is afhankelijk van de AX en de snelheid V0 waarmee hij de bocht uitkomt. Nou is groen wel de kortste, maar duidelijk niet de slimste route. Meestal wordt deze lijn gekozen. Hoog de bocht in het midden zo dicht mogelijk tegen de binnenkant, zodat je de bocht met de grootst mogelijke bochtstraal R rijdt en dan weer hoog de bocht uit. Maar deze jongens hebben uitgevogeld dat het nog sneller kan. Je kiest voor het inrijden van de bocht, het eerste traject, de grootst mogelijke bochtstraal. Daarmee rijd je ver en hard in de bocht door. Je moet wel flink hard doorremmen, want een klein stukje bocht heeft een relatief kleine bochtstraal en dus is je maximale snelheid daar lager. Meteen daarna knal je het gas er weer volop, omdat je ook weer met een ruime bochtstraal en dus grote versnelling de bocht uit kan rijden. En dat levert net even wat winst op. Kun je dit ook testen? Ja, dat kunnen we testen. Laten we dat maar gewoon doen. Oké. Dit is dus de Tarzanbocht. De eerste bocht na de start op het circuit van Zandvoort. Een haarspeldbocht met een draai van 180 graden. Eerst de kortste route, helemaal tegen de binnenkant van de baan aan. Een korte bochtstraal, dus langzame bocht waar je met lage snelheid uitkomt. Dan wat normaal als de ideale lijn wordt genoemd. Helemaal links de bocht in, dan naar de binnenkant en helemaal links de bocht uit en vol op het gas. Maar dit is wat de jongens hadden bedacht. Geleidelijk in de bocht naar binnen, een kort bochtje en nu al vol accelereren. Veel eerder dan bij de vorige lijn. Hoe ga je nu bewijzen dat je model klopt? Nou, de auto waar we net mee hebben gereden, die zit helemaal vol met sensoren. En? Wat blijkt? Hier is eigenlijk te zien wat we net ook zagen. De rode lijn is de lijn zoals wij die noemen, die ideale lijn. Er wordt heel laat geremd, de snelheid neemt laat af. Uiteindelijk is hij een klein beetje lager dan de zwarte lijn. En weer heel vroeg kan de rijder op zijn gas gaan, zodat de snelheid uiteindelijk er weer boven ligt. De blauwe lijn is de ideale lijn zoals de meeste mensen denken dat het de ideale lijn is. Maar wat je ziet is dat er vroeg afgeremd moet worden, dan de snelheid een tijd redelijk constant blijft en dat het weer heel moeilijk is om daarna op het gas te gaan. Dus dat de snelheid uiteindelijk eronder ligt. Model bewezen. Model bewezen. In de tv-serie Numbers helpt de wiskundige Charlie zijn broer Don die bij de politie werkt. In de allereerste aflevering is de politie op zoek naar een serieverkrachter. Ze willen weten waar hij de volgende keer toe zal slaan. Charlie zegt dat ze beter iets anders kunnen doen. Hij vergelijkt het patroon van de crime scenes met een tuinsproeier. Als je de druppels uit een tuinsproeier één voor één nummert, kun je niet voorspellen waar de volgende druppel terecht komt. Dat is veel te moeilijk. Maar als je het patroon van de druppels kent, kun je wel voorspellen waar de sproeier staat. Charlie gebruikt dit idee om aan de hand van de crime scenes te voorspellen waar de verkrachter woont. De politie onderzoekt het DNA van alle mannen in de wijk, maar de dader zit er niet tussen. Charlie is bang dat hij een fout heeft gemaakt. En dan doet hij iets heel belangrijks. Hij gaat zijn model toetsen. Daarvoor haalt hij allerlei stukken uit het politiearchief en met oude dossiers kijkt hij of zijn model wel klopt. Hij vindt een klein foutje, maar dan vindt hij met zijn nieuwe model een wijk die helemaal binnen de oude wijk valt. Aan het eind van de aflevering blijkt dat zijn model klopt, maar dat de dader net is verhuisd. Je kunt dus niet alles met wiskunde voorspellen. Dit lijkt allemaal wat ver gezocht, maar het model van Charlie werd eind jaren 90 gebruikt om een serieverkrachter in Louisiana te vinden. Ook toen konden alle mannen in het aangewezen gebied worden uitgesloten, want de dader was net verhuisd. Gelukkig kwam een rechercheur daarachter en kon de verkrachter alsnog worden opgepakt. De makers van Numbers hoefden dus maar heel weinig zelf te verzinnen. Wiskundige modellen als een formule verhelderen de samenhang van verschillende bepalende factoren en voorspellen zo de toekomst. Wat zei je, Michiel? Ik had het dus over modellen en de samenhang van factoren. En het mooie is dat die samenhang in verschillende situaties in principe hetzelfde is. Met andere woorden, één model is vaak toepasbaar op verschillende fenomenen. In het geval van de sinusoïde is dat bijvoorbeeld zo. De sinusoïde komt van pas als het gaat om een zich herhalend fenomeen dat constant toe- en afneemt. Bijvoorbeeld bij eb en vloed. Klopt dat? Is de sinusoïde bruikbaar om eb en vloed mee te modelleren? Ja, de sinusoïde is daar enorm voor geschikt. Zoals je weet beweegt het water continu op en neer. Dat is een periodiek verschijnsel en is de sinusoïde enorm geschikt om de waterstanden mee te berekenen.
Wanneer je een periodiek verschijnsel kunt beschrijven met een sinusoïde, dan kun je daarbij een passend functievoorschrift maken met deze variabelen. De evenwichtslijn op de y-as is D. De amplitude A, de maximale uitwijking vanaf de evenwichtslijn. De periode B, hoe lang duurt een volledige cyclus van op en neer. En de horizontale verschuiving ten opzichte van de T0 in de standaardgrafiek. En dat duiden we aan met C. Dan is dit het functievoorschrift. Functie x is a sinus b maal x min c plus d, waarin b is 2 pi gedeeld door p. Nou, wat je dus wil weten is eigenlijk de amplitude van de sinus. Nou, die kan je berekenen door te kijken wanneer is het water op het laagst en wanneer is het op het hoogst. En dan heb je natuurlijk de periode. Dat is het verschil wanneer het weer vloed wordt of eb. En is om 12,5 uur bij het getij. En dan heb je natuurlijk de starttijd, dus de T0. En wat je dan dus ziet is dat in het zuiden, bij Vlissingen, die T0 is ongeveer 2 uur eerder dan hier. En in Den Helder is het weer 2 uur later T0. Maar wat hebben we daaraan? Nou, wat je dus ziet bijvoorbeeld, er ligt een schip. Die ligt eigenlijk te wachten dat hij de haven van Rotterdam in kan varen. Want die heeft maar een beperkte diepte. En als het water te laag staat, dan loopt zo'n schip vast. Dus we moeten weten wanneer het hoog water is om de haven binnen te kunnen varen. En dat kan je dus voorspellen met zo'n model. Goh, dus wiskunde is echt ontzettend belangrijk, ook bij Rijkswaterstaat. Ja, daarom hebben ze ook veel wiskundigen in dienst, zoals ik. De sinusoïde als model is ook bruikbaar voor heel andere fenomenen. Bijvoorbeeld voor geluid. Geluid is eigenlijk een drukgolf, maar de sinusoïde is zo'n goed model ervoor dat mensen soms denken dat geluid er daadwerkelijk zo uitziet. Maar goed, over geluid hebben we het later. We hadden het over wiskundige modellen. Zelfs de manier waarop we met elkaar omgaan is te vatten in een wiskundig model, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Je kan er denken aan een sociale netwerk. Dus een netwerk van vriendenrelaties of zo, hives, noem maar op. En eigenlijk heel simpel kun je dat omschrijven als je hebt puntjes, dat zijn de personen. En tussen die puntjes kan ik lijnen trekken. En ik trek een lijn tussen twee puntjes als die personen met elkaar in interactie zijn. Dus zij mailen met elkaar of zij bellen met elkaar of zijn vrienden van elkaar, noem maar op. En zo kun je dus eigenlijk, als je zo'n netwerk hebt, kun je gaan vertellen van nou, deze personen die zouden wel eens belangrijk kunnen zijn als het gaat om de uitwisseling van informatie. En het liefst wil je natuurlijk ook nog toetsen. Ja, kan dat? Dus in de sociale netwerkanalyse zijn er wel studies, dat er ook empirische studies zijn. Dus dat er aan de ene kant een wiskundige analyse wordt gemaakt, er komen bepaalde dingen uit. En er wordt dan empirisch getoetst of dat inderdaad ook zo is. Jij doet onderzoek? Ja. Op een heel ander gebied? Ja, nou, ik kom dus bezig met het ontwikkelen van nieuwe wiskundige methoden waarbij ik al die theorieën combineer. Ja, ik richt mij dus specifiek op terroristische netwerken. Dus ik pas al die methoden die ik verteld heb, pas ik toe zodanig dat ik een beter begrip krijg van hoe die netwerken georganiseerd zijn en hoe die structuur in elkaar zit. Ik heb geleerd dat het belangrijk is dat je je wiskundig model toetst. Kan dat ook in dit geval? Nou, in dit geval ligt toetsing natuurlijk heel gevoelig. Ik werk op de Nederlandse Defensie Academie, dus ik werk voor Defensie. En wij hebben volledige wetenschappelijke onafhankelijkheid voor wat betreft ons onderzoek. Ja, ik merk dat je bedachtzamer praat nu we het over de terroristische netwerken hebben. Zoals ik al zei, ik heb volledige vrijheid om te praten over mijn wetenschappelijke onderzoek. Wat ik nu dan ook doe. En wat daar voor de rest mee gedaan wordt, die vraag moet je niet bij mij neerleggen. Oké, zal ik niet doen. Wiskundige modellen om te begrijpen hoe processen in elkaar steken. Heel handig om ingewikkelde materie eenvoudiger voor te stellen. Kun je dit gebruiken in bijvoorbeeld het verkeer? Denk aan files, verkeerslichten, parkeerplaatsen. Zou je misschien zelf een parkeerterrein in kunnen richten? En werkt je model? Ik bedoel, je moet het wel kunnen testen, hè? Voor meer informatie over modellen en parkeerplaatsen kun je naar onze site eigenwijzer.nl/wiskunde. Bij dit programma hoort lesmateriaal. Bel voor meer informatie en bestellingen 0900 1344 of kijk op schooltv.nl.